Het is maandagochtend, 9 augustus, rond 10 uur. En we gaan op weg naar Oud-Barsum, naar camping de Kuiperberg. Maar eerst gaan we nog even boodschappen doen bij die winkel met die grote slurf. En dan gaan we op weg naar Oud-Barsum. Dus tot later. Nou, we hebben boodschappen gedaan. Het is nu 10:15. We gaan rustig aan op weg naar Oud-Barsum. In principe mogen we pas om 12 uur op de camping. Maar ja. Wij doen het een koe naast gaan. En volgens de tom zijn we er om 11:30. Dus we gaan rustig aan die kant op. Nou, we zijn in Albergen. Oud-Barsum is nog 10 kilometer. Het is bijna 10:45, dus we hebben het mooi een beetje gerekt. Dus we zullen rond 11:30 bij de camping zijn. Tot later. We zijn in Oud-Barsum, gemeente Dinkelland. 400 meter, dan zijn we bij de camping. Kijk, hier is nog een heel oud ANWB-bord. Ingecheckt. We gaan naar de camperplaats. Camperterras staan we. Welke? K1. Nou weet ik niet wat het camperterras is. Is het hier? Ik denk het lijkt wel. Heb je hier geen tekeningetje gehad? Ja, die heb je daar. En K1 is hier. Dus dat is voorhand. Hier. Armen. Ah, we hebben een heel mooi plekje. Takkie! Hè? Sta ik ervoor? Dan mag jij naar binnen. Kun je nou een keer kijken? Ding stouwen. Ik ken hem maar een heel klein stukje hoor. Ja? Ik ken hem maar een heel klein stukje. Moet Moet hij aan de voorkant omhoog? Ja, aan de voorkant. Nou, we zijn aangekomen op mini camping, natuurcamping Kuiperberg in Oud-Barsum. Nou, ik ga niet de hele camping laten zien. Ik doe even een klein stukje van de camping laten zien. En voor de rest laat ik wel het campergedeelte zien. Nou, als je hierin loopt, dan loop je zo de camping op.
Ze verhuren hier chalets. Mensen hebben allemaal mooie grote plekken. En hier is het campergedeelte. Nou, hier staan wij, dat zien jullie al. We zijn al lekker gezet. Daar hebben we Ellie en Taki. Hey Taki. En daar heb je ook nog een camperveld in de vette. Dit is de zonneweide, hier kunnen we ook gebruik van maken. Er is echt van alles aanwezig. Het nadeel is, we hebben geen schotelontvangst. Maar goed, als we willen, dan kunnen we een kabel halen en dan kunnen we hier gewoon van deze paal die je hier ziet, kunnen we daar aansluiten en dan, maar dat is te veel gedoe. We kijken wel op de laptop. En ik ben mee, daar heb ik geen tv nodig. Oh, horen jullie wat ze zegt? Ik ben mee, dan heb je geen tv nodig. Nee, maar goed, als het goed is, krijgen we zo nog meer gasten. Dus, ik ga nog even wat verder laten zien. Ze hebben 14 camperplaatsen. En iedereen heeft zijn eigen keukentje. Of tenminste zijn eigen afwasplek. Aansluitplaats voor je fietsen. Ja, van alles eigenlijk. Water. Je kan je vuilwatertank, als je een slang hebt, je vuilwatertank daarin legen. En anders moet je het met een emmertje doen. Het ziet er allemaal spiksplinternieuw uit. Dit zijn de douches. Hier is de invalide douche. Dit is echt geweldig. Heel groot. En twee gewone douches. Nou ja, dat is zie er ook allemaal keurig uit. Wastafels. Dan hebben we hier de toiletten. Ook dit ziet er allemaal keurig uit. Urinoir. Twee stuks. Ik zie net hier dat de snackcar komt op woensdag tussen 4 en 7. Nou, geweldig. Ja, het ziet er echt heel mooi uit. Dus het is nu nog even wachten op ons bezoek. En dan gaan we lekker even aan de koffie. Koffie, nou, ze zijn eindelijk hier binnen. 1:30. We zitten hier al uren te wachten. Ja, we mochten ook niet eerder op als 12 uur. Wij mochten om 11:30 er al op. Oh ja, lekker. Oh, dat is de superwagen waar je het over had of zo. Nou, we gaan even een rondje over de camper. Camping. Hier kun je je banden oppompen van je auto, van je caravan, camper, fiets, ballen, luchtbedden enzovoort enzovoort. Ze hebben allerlei chaletjes hier staan. Ja, dit zijn die huisjes die je dan kan huren. Ja. Ja, en kijk, en dan staat er
Her en daar hebben ze nog een voor de staanplaats van de caravan en zo. Ja, dat gaat zo ertussen. Nee, nee, alles. Die hond mag er niet in ook hoor. Nou, dit zijn de toiletten van de camping op zich. Ja, het ziet er mooi uit, hè? Ja, zonder meer. Een ander. Ja. Ja, het is allemaal vrij nieuw. Waarom zo? Is er geen geld in te gooien? Is er zo nee, ja. Zie je bij de prijs? Kijk hier, jammer, dan moet ik het zo ertussen. Ja. Ja, dan heb je niet meer dat grind, niet? Dat is nee, helemaal... Waarom alleen? Nu geen zon, zie je? Nee. Dat is wel jammer. Nou ja, El, dan heb je morgenochtend weer liever. Ja, maar morgen gaan we lekker op de bike, hè? Ja, natuurlijk. Wat dan? Nou, dan doe je maar een regenpak pak aan, hoor. Een paraplu zit in mijn auto nou, hè? Ik stel nou wel die naam uit. Oh, we moeten wel omlopen. Zo. Ik denk, we komen zo hierop, maar we komen op de parkeerplaats. Ja, en dat is het onderste. Ja, dat is een woonhuis, denk ik. Ja, fietsen ik langs. Ja, dan moet ik langs fietsen zo. Oh man, wat heb ik het zwaar. Echt, hartstikke zwaar. Heel mooi. Hier. Morgen hebben we nou straks een gevatte bij. Oude Alfa. Nou, het vindt van je zeker. Nee, Alfa Romeo. Prachtig. Daar is een mooie auto staan. Mooie snoek. Wow. Oh, je hebt daar niet gezet. Super dik. Wel dat ik straks wel even een voor als ze daar gaan lopen. Moet je die mooie Opel Mokka niet opnemen? Het staat weer illegaal geparkeerd natuurlijk, hè? Hier. Goedemorgen, dinsdagochtend om 9:30 en we zijn op weg naar Oud-Barsum. Naar het hotel waar onze vrienden zitten en dan gaan we ondanks het dreigende weer even afremmen. Ondanks het dreigende weer gaan we toch een stuk fietsen. Morgen. Die bent er zo. Nee, we hebben kaak. Ik denk dat is jullie camping. Ja, rijden we hier langs. Je laat het knooppunt 29. Het volgende knooppunt is 37. Is hier waar we staan? Ja. Nee, dat weet ik. We zagen wel. Ja, dat is leuk. Hallo. Ja, heel mooi. Een brug. Zal ik jullie op de brug nemen? Hey. Ik zal jullie op de brug nemen. Ja, foto hè. Ik bedoel, geen rarigheid. Wat de Frans? Auto. Wacht even, Frans. Auto. Ja, er rijden hier auto's ook hè. Ik dacht dat ik wil fotograferen. Ja. Wat hier lekker op zo, niet terug met zijn auto.
Ja. Nou, dan fietsen we weer in de bossen. De fietsvierdaagse is bezig, dat kan je wel merken, want het is echt druk. El jaagt alle beesten weg. Nee, El, het is de fiets vierdaagse. Je nadert knooppunt 15. Het volgende knooppunt is 17. Ja. Het is hier echt heel leuk. Dineren aan de winkel. Die heb ik stopgezet, want... Nee, daar heb ik vooral. Heb ik Frans voor in dienst genomen? Die. Ja, daar is Frans voor aangenomen, Jan. Ja, hij is allemaal slecht betalen, Jan. Wortelboer pillen staat erop. Oké. Okay. Nee, wat staat erop? Wortelboer pillen. Nou, wij naar de ene kant. Voor de braderie. Geen braderie. Nou, we zijn even bij Kuipers geweest. Gaat het lekker druk? Bij de scheidsrechter, ja, ja. Super, zijn supermarkt hier. Oh, heet dat zo? Ik dacht dat het een Jumbo was. Ja, het is een Jumbo. Maar die is van die Kuip, van die oud scheidsrechter. En was hij niet, dat was hij er niet? Nee, dat weet ik niet. Ik denk dat hij woont in Oldenzaal, daar zal daar wel staan. Daar staat hij. Dus, en nu zijn we weer terug bij het restaurant. En gaan we nog even wat drinken. En is Ellie de accu wel weer genoeg opgeladen? En dan. Ja, waar moet nog. Hij is de lange niet klaar. Oh, mevrouw zegt die dat geeft niet door. Dat vind ik toch niet. Is het ook? Ik vind het nog niet.
Dat was een soort stuw van het riviertje de Dinkel. Dit is het oude kanaal. Almelo B. Of iets dergelijks. Ja, nou ga ik onder de bomen, nou gaat het regenen. Kijk, Frans is maar fotograferen. Willempie? Willempie, ja. Ja hoor. Het gaat nu echt regenen. Hier is niks, Frans. Hier eet je niks. We dachten eerst dat het een kerk was of iets dergelijks. Waarbij het water over de schuiven stort. Ja, we zien er niks, joh. Wilde men meer water uit de winkel kwijt, dan haalde de kantonier de schuiven op, zodat het water er onderdoor kon stromen. Dit is een soort kleine deltawerk, hè? Maar waarom gaan jullie niet daar staan? Gaat het zo wel? Het valt wel mee hoor, ja het regent wel, maar... Maar je kan zien, want daar ook, bij dat witte ding waar ik net stond, daar... Daar stroomt ook heel veel water hier naartoe. Oké, ja en daar ligt zo'n wit geval, he? Niet erbij die... Ja, dat is voor de ondersteuning van die brug. Ja, precies. Zo, nou... Was mooi om te zien. Je nadert knooppunt 14. Het volgende knooppunt is 10. Ah, we zijn alweer 10. Nog 7 kilometer te gaan. Hoi, 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 hoi. Oh, het wou allemaal open bloot hier. En het regent niet. Ja, kijk die zwanen. Ja. Ja, die vinden het lekker, dat groen. Ja, die vinden het niet zo. Til lichten. We zijn inmiddels weer in Oud-Marsum. Het is nu nog een kleine kilometer naar de camping. De camping is in zicht. De lucht wordt weer blauw. Dus de stoeltjes kunnen zo weer naar buiten. Zo, daar zijn we weer.
Lekker, Jokie. Heel lekker. Ja. Mm, dadelijk op die boot kun je alle dagen pannenkoeken eten. Zoveel als dat je wil. Welke boot? Als we aan mee weggaan. Oh ja. Ja. Moet jij nou eerst? Of ja, Frans? Ja, oh, oh, er zit water op man. Boot. Wat een kleur. Hij is gek op kleur. Dol op kleur. Lekker, Frans. Oh. Ik heb even die warme koelas. Ja, oh, ik ben, kijk, die heeft Frans gebakken. Oh, oh, lekker, lekker. En nou ga ik iets raars doen, hè. Ik ben niet blitz, hè. Ik ben niet blitz op zijn werk, hè. Nee, iets raars ga ik doen, hè. Dat je geen fouten maakt, ja. Ik ga nu, uit deze pan, dat is koelas, ga ik... koelas op mijn pannenkoek gooien. En dan ga ik hem, denk het, hè, opeten. Maar we zullen zien.